Leuk dat jullie weer een kijkje komen nemen in de keuken van Henry. Vandaag gaan we de paddenstoelenragout maken in een klein pasteitje. De paddenstoelenragout van Henry is een hele romige vegetarische paddenstoelenragout. Gevuld met diverse soorten paddenstoelen. En hij is afgetopt met aardbeer, wat overigens een vergeten groente is. Maar we zeker niet mogen vergeten, want het is echt super lekker. Daarnaast is het op smaak gebakken met truffel. Super lekker voor de kerstdagen. Nou, daar gaan we mee koken. Voor dit receptje hebben we nodig natuurlijk de paddenstoelenragout van Henry, wat peterselie en wat bladerdeeg en wat kleine ovenschaaltjes. Aan de binnenkant van de stief zit weer het receptje. En we gaan eigenlijk beginnen met het opwarmen van de oven op 200 graden. Terwijl de oven aan het voorvormen is, gaan we eerst de ovenschaaltjes eventjes invetten. Dat doen we met olijfolie, maar dat kan natuurlijk ook met boter. Maar net wat je fijn vindt. Gaan we het bladerdeeg in de bakjes doen. Daarvoor snijden we even een stukje af, wat we erin kunnen doen. Je kan natuurlijk ook de bladerdeegvelletjes gewoon kopen. En dan gaan we het bladerdeeg in het bakje doen. Alles wat je over hebt, snij je er even vanaf. Hetzelfde doen we bij het volgende bakje. Zodra je de bakjes hebt gevuld met bladerdeeg, gaan we het vullen met de paddenstoelenragout. Als we hem hebben gevuld met de paddenstoelenragout, gaan we een dekseltje maken voor de overheen. Dat doen we met een ander schaaltje. Aandrukken zodat hij mooi dicht gaat. Als ze dicht zijn, doen we ze in de oven ongeveer een half uurtje en dan zijn ze ready. Als je ze uit de oven hebt gehaald, laat ze heel eventjes afkoelen, zodat je ze wat makkelijker uit de vorm krijgt. En nu zijn we klaar om het bord op te dienen. Je kan het makkelijk omdraaien. Zet je ze zo op je bord. Strooi je nog met wat lekker verse peterselie. En is klaar.